Mijn naam is Jeroen Otter. De laatste 12 jaar bondscoach van de Nederlandse shorttrack schaatsers geweest. Ik denk uniek in het verhaal van het shorttrack is juist dat we een sport die geheel onbekend was bij het Nederlandse publiek, misschien wel een beetje tot het troetelkindje van de winter hebben kunnen maken. Aan de hand van een goede visie, het proberen creëren van een prestatieomgeving waar atleten en stafleden zich optimaal kunnen ontwikkelen. En tegelijkertijd de juiste mensen op de juiste plaats weten te vinden. Vijf verschillende pilaren probeer ik naar de luisteraar mee te nemen in een verhaal waarin wij op dit moment staan en waar we vandaan komen. En dan moet je denken aan een prestatieomgeving, visie, hoe gebruiken we innovatie en op welke manier doen we dat. Maar een hele belangrijke is, wat doe je als een coach, wat doe je als stafleden binnen een grote groep die alleen maar groter en uiteindelijk betere prestaties levert. En dan heel erg belangrijk, het team. Hoe formeer je een team? Wat is eigenlijk een definitie van team? En hoe zou je, zoals wij dat in de sport doen, misschien ook wel kunnen kopiëren en spiegelen naar het bedrijfsleven? Van weinig tot niets iets groots maken, zolang je maar de omgeving heel duidelijk kunt inkleuren. Wanneer en waar trek je die lijnen? Hoe kleur je dat in en met wie doe je dat dan? En waar sta je nu en hoe benchmark je? Uiteindelijk met wie benchmark je? Ja, dan ga je daadwerkelijk aan het werk. Ja, dat ze in ieder geval geïnspireerd zijn. Dat ze misschien wel, waar sommigen denken van nou, er zit toch ergens een plafond, dat plafond weggehaald is. Dat het, zoals wij wel zeggen, dat onmogelijk daadwerkelijk gewoon gehaald kan worden. Mensen gaan hier weg met het idee van jongens, wij kunnen gewoon iets doen zolang we het maar duidelijk benoemen wat we willen, met wie willen we het, waar staan we en waar gaan we heen.